De Russische Yevgenia Parakina, bekend van dansshows bij RTL, zorgde anderhalve maand geleden voor flink wat gefronste wenkbrauwen met haar optreden in VI Vandaag. Iedereen suggereert dat Rusland gaat binnenvallen, zei ze geërgerd. Punt 1, Poetin heeft overal geroepen, wij willen niet Oekraïne binnenvallen, we willen geen oorlog. Yevgenia bagatelliseerde de Russische dreiging. Ik ben net terug uit Rusland, en ik heb heel veel mensen gesproken en het nieuws gevolgd en de mensen zeggen daar, hoezo oorlog? Mensen hebben nog steeds echt een trauma van de Tweede Wereldoorlog. Alle gezinnen hebben iemand verloren en ze willen absoluut geen oorlog. Rusland wil helemaal geen oorlog, gaf ze aan. Op het moment dat wordt gezegd dat Rusland gaat binnenvallen, daar zitten ze niet op te wachten. Ze gaan er alles aan doen om dat te voorkomen. Yevgenia gaf aan begrip te hebben voor de bezwaren van de Russische president Vladimir Poetin. Oké, Poetin heeft een probleem met NAVO. Waarom? Na de Tweede Wereldoorlog was er een soort wereldverdeling, Rusland, Amerika en de Europese steden. Er was een buffer tussen, er waren communistische landen als Tsjechië, Polen en Roemenië. Die waren toen nog niet aangesloten bij de NAVO, aldus Yevgenia. Maar de laatste jaren is alles erbij gekomen. Dus wat heb je nu? Je hebt Rusland en Europese landen die precies aan de grens van Rusland zitten. Dus Poetin blijft roepen, ze zitten voor onze deur en ze plaatsen raketten. Raketten in Roemenië en Polen richting Rusland. Logisch dat Poetin dat roept, aldus Yevgenia. Wat denk je, zullen we even andersom gaan denken? We zitten hier in Nederland en morgen wordt gezegd, bij de grens in Groningen worden raketten geplaatst richting Amsterdam en Den Haag. Hoe voel je je dan? Russische raketten daar. Wat gaat er dan gebeuren? Johan Derksen, u vertelt nu een vrij lang verhaal, maar wat u eigenlijk wil is het beleid van Poetin goedkeuren. Yevgenia, nee, ik wil niet het beleid van Poetin goedkeuren, ik wil duidelijk maken dat in Europa heel veel dingen heel makkelijk zwart-wit worden gezien en niet genuanceerd. Paul de Leeuw, Rusland is een agressor. Yevgenia, zo ervaart Rusland ook raketten van Amerika. Paul, nee, met alle respect, de NAVO is geen agressor, absoluut niet. Wij willen totaal geen oorlog. Johan, ik las in de administratie die wij krijgen over u dat u Poetin geen dictator vindt. Dan denk ik, iemand die de grondwet verandert om levenslang de baas te blijven en elke tegenstander liquideert, dat begint een beetje op dictatuur te lijken, toch? Yevgenia, nou, ik zeg niet dat het niet een dictator is, het is een heel sterke leider met een heel rechte manier van regeren. Heel duidelijk. Je kunt hem dictator noemen, maar is Rutte ook dictator? Mark Rutte? Wilfred Gené, het is een tamelijk surrealistisch gesprek aan het worden. Anderhalve maand na dat surrealistische optreden van Yevgenia, op dag 4 van de oorlog in Oekraïne, heeft ze gisteravond eindelijk gereageerd op het feit dat Poetin wel degelijk een vredeoorlog is begonnen. Yevgenia, pijn. Mijn hart huilt. De nachtmerrie, die ik nooit voor mogelijk heb gehouden, is werkelijkheid geworden. Heb er geen woorden voor. Tot in het diepst van mijn wezen ben ik tegen oorlog.